Hoe voelt dat? Ja, ik ben wel een beetje emotioneel. Ja, het is wel echt heel bijzonder. Ja, en het staande ovatie, beschrijf ik hier zojuist. Ik zie tranen in je ogen. Wauw, wat een bijzonder moment. Waarom is dat zo bijzonder? Ja, omdat het komt van ver, denk ik. Ja. Het komt wel van... Nou, je hebt een hele reis gemaakt. Ja. Je hebt je veel minder gevoeld. Ja, en daar ben je zelf uitgekomen. Ja, ik ben gewoon trots. En ik doe het gewoon voor die Steen. En ook voor alle andere mensen die op die plek zijn geweest of zo. En dat raakt me gewoon nu even heel erg. Omdat ik gewoon denk van, het kan gewoon goed komen. Ja. Nou, ik zit eventjes te kijken naar de appjes die binnenkomen van de luisteraars van Radio 2, Steen. Prachtig, 12 puntjes, wat een mooi liedje. Wat een te gek nummer, dat gaat het goed doen. En wat veel mensen ook opvalt, is dat het een soort... Het is Nederlandstalig, maar het refrein snapt iedereen. Ja, het is gewoon een bevrijding. Je denkt gewoon, woe. Ja, echt, hè? Het voelt voor jou ook echt als een bevrijding. Ja. Ik heb begrepen dat er ook meer mensen naar het liedje hebben geluisterd... die de Nederlandse taal helemaal niet machtig zijn. Ja. Er was onder andere iemand uit Zwitserland die het liedje heeft gehoord... en wist waar het liedje over ging. Ja. En dat is wel heel bijzonder en belangrijk ook als je meedoet met het Songfestival. Ja, dat mensen snappen wat je zegt zonder dat je de taal kan verstaan. Ja. Ja. Lekker. Je staat hier echt met een lekker gevoel, hè? Ja, het is eruit, het is lekker los. Ja, ik ben echt blij. Ik had echt zin om het met iedereen te delen. Ja. Ah, ik vind het ook, er klinkt niks zo lekker als een groot applaus uit zo'n fantastisch theater. Mag ik er nog eentje? Een hele dikke, een hele vette voor Steen. NPO Radio 2.